Hoi allemaal, ik heb vandaag weer een do-it-yourself video voor jullie. Ik heb een aantal make-up producten die ik kapot heb laten vallen. Ik ben echt... Oh, daar ben ik echt verschrikkelijk in. Ik laat regelmatig mijn make-up kapot vallen. En dan zeker die poedermake-up producten, dan ligt het in superveel stukjes. En dan kun je het weggooien en dan ben je er klaar mee. Maar er zijn ook trucjes waarmee je het kan maken en die wil ik vandaag aan jullie laten zien. Dus laten we maar snel beginnen om te kijken hoe je gebroken poedermake-up weer kan maken. Als eerst heb je natuurlijk een aantal materialen nodig om de make-up te maken. Dit zijn alle make-up producten die ik vandaag ga proberen te maken. Daarnaast heb je een flesje alcohol nodig waarin minstens 70% in zit. Deze komt van de Ethos en was geloof ik nog geen 2 euro. Maar ze hebben er ook een gewoon bijvoorbeeld bij de Kruidvat. Daarnaast een lepel of een pipetje. Ik gebruik dit kwastje om ook de poeder makkelijk met elkaar te kunnen mengen. Een muntstuk en iets van keukenpapier of tissues of wat dan ook. Dit zijn alle materialen die we nodig hebben. Als eerste leg ik even een tissue neer, want het kan nogal een kliederboel worden. Dan pak ik het product dat ik wil gaan maken. Gisteren heb ik al deze geprobeerd, want ik had het doosje laten vallen en het lag helemaal gebroken. En het is gewoon niet handig. Deze heb ik dus al geprobeerd. Zoals je kan zien, niet super netjes, maar het is ook echt even... uitzoeken hoe je het beste kan aanpakken. En het is ja, heel moeilijk om het ook heel netjes voor elkaar te krijgen. Nu ga ik dan de andere kleur eerst kapot maken. Gewoon zodat er hele kleine stukjes worden. En dat alles goed gebroken is. De poeder is gebroken, dus het is tijd voor de alcohol. En ik ga als eerste even wat op een lepel doen. Een pipetje zou makkelijker zijn, alleen die heb ik niet in huis. Dus een lepel is een tweede optie. En dan druppel ik de alcohol gewoon even in het bakje. Dan pak ik dit kwastje erbij en gebruik ik de achterkant om het te mengen. Je kunt ook een lepel pakken waarvan de achterkant al wat minder groot is of wat minder breed. Wat jij gewoon makkelijk vindt om het mee te mengen. Dan heb ik bij deze er iets te veel alcohol in gedaan. Dat is op zich geen ramp, kan gebeuren. Maar normaal zou je het met de munt kunnen platdrukken, maar dat gaan we nu dus niet doen. Maar laten we het eerst drogen en eventueel als het wat minder papperig is, kunnen we hem wat meer platdrukken. Het gaat er eigenlijk vooral om dat het gewoon weer één groot geheel is. En als dan de bovenkant niet helemaal gelijk plat is, is geen ramp. Het volgende product dat we gaan maken is deze NYX blush. En zoals je kan zien is deze niet geheel gebroken, alleen hier wat aan de zijkant. Dus dit gaan we iets anders aanpakken. We gaan het dus niet compleet breken zodat het alleen maar poeder is. Het zou een beetje zonde zijn aangezien 95% nog gewoon heel is. Ik ga één druppeltje alcohol pakken. Die ga ik hier aan de zijkant toevoegen waar die kapot is. Zorg even voor dat alle kapotte poeder bij elkaar zit met de alcohol. Nou, de alcohol zit op de plekken waar het gemaakt moest worden. Dan pak je een tissue en een muntstuk. Muntstuk leg je in het midden van het tissue. Tissue wikkel je dan om het muntje heen en dan ga je het een beetje plat drukken. Dan gaan we verder met deze Gouache oogschaduw en die is al wel een stuk meer gebroken. Ik ga hier aan de zijkant ook een beetje meer breken zodat ik er dadelijk makkelijker bij kan. Voor de alcohol. Met het tissue erbij en ik ga erop drukken. Wat je ook kan doen is gewoon even het tissue zo verspreiden en een beetje zo aanduwen. En dan is deze ook gemaakt. Dan heb ik deze oude rimmelpoeder nog. En deze is niet gebroken zoals je kan zien, maar ik heb gewoon pan geraakt. Maar ik heb nog een dikke rand hier eromheen zitten en ik merk dat ik het toch niet zo snel gebruik. Dus ik ga gewoon maar iets proberen. Ik ga kijken of ik niet
dit kapot kan maken en het iets meer naar het midden kan brengen. Hiervoor gebruik ik in eerste instantie wel de lippen, omdat hij wat een bredere achterkant heeft. En ik maak eerst poeder gewoon kapot. Ik heb er zoveel mogelijk poeder van gemaakt, dus niet tijd om er alcohol bij te gieten. Aangezien het dat wel groter product is, moet er ook meer alcohol bij. Klaar zijn met de producten, moeten ze 24 uur drogen, dus we zullen morgen kijken wat het eindresultaat is. Gisteren heb ik gefilmd hoe ik mijn gebroken make-up heb gemaakt en vandaag wil ik jullie het eindresultaat laten zien. En vandaar is het ook dat de intro en de outro hetzelfde is, omdat ik de intro vergeten ben te filmen gisteren. Dus dat heb ik snel net nog gedaan en dan gaan we nu kijken naar het eindresultaat. Van de make-up. Dus of het gelukt is. Wat jullie onder andere hebben kunnen zien is dat ik deze rimmelpoeder heb willen maken. En ja, hij is gemaakt. Maar ik moet wel zeggen, wat me opvalt bij alle make-up producten, want sommige heb ik ook al gebruikt, is dat ze heel erg poederig zijn. Dus ze zijn wel gemaakt, maar ze zijn heel erg poederig. En wat je misschien ook wel kan zien, ik weet niet of het op camera te zien is, is dat er wat barstjes in zitten. Maar het poeder zit wel weer bij elkaar en ik kan het gewoon gebruiken. En ja, ik ben er wel heel blij mee dat het toch heeft gewerkt. Het heeft wel wat nadelen, maar het is beter dan helemaal niks. Als ik kijk naar mijn eyebrow setje van Catrice, die is ook gemaakt. Het is niet heel mooi plat en zo, maar het zit wel weer mooi bij elkaar. En ik kan het weer op zijn kop houden en ik hoef niet bang te zijn dat alle poeder eruit valt. Dan heb je ook nog mijn Gouache oogschaduws en die zijn ook weer helemaal gemaakt. En het ziet er niet helemaal super netjes uit, maar dit was voor mij ook de eerste keer dat ik het eigenlijk zo probeerde. En ik vind dat het nog niet zo slecht gelukt is. En ik ben blij dat het nu in ieder geval weer beter in elkaar zit dan dat het eerst was. En als laatste had ik ook nog mijn NYX blush geprobeerd te maken. En dat is ook gelukt. Eerst zat hier onderin een stuk losse poeder. Maar dat zit nou weer aan elkaar. En ik kan hem weer op zijn kop houden. Wat ik toen echt gewoon niet kon. Er komt nou niks van af. Dus deze is ook goed gelukt. Als jij nou nog tips hebt voor als je gebroken make-up hebt en hoe je dat kan maken, laat het vooral even een reactie achter. Kijk, ik weet ook niet alles en we kunnen vooral leren van elkaar. Als je nou de video leuk vond, doe vooral even een duimpje omhoog. Vergeet niet om even te abonneren om op de hoogte te zijn van alle nieuwe video's. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!